de financiële situatie iets anders is dan dat ik had gehoopt. En dat dat gewoon een aantal dingen inhoudt. Dus minder spelers die we kunnen aantrekken en een jonge groep waarmee we gaan starten. Maar oké, de situatie is wat het is en we gaan gewoon door. We hebben nog genoeg spelers die wel zijn gebleven en een aantal nieuwe jongens. Dus we gaan zien wat het nieuwe seizoen brengt, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ook technisch manager Willem Jansen is vertrokken. Uitgerekend degene die trainer Rick Kruys naar VVV haalde. Vervelend voor VVV, vervelend voor mij, maar ik begrijp Willem heel goed. Persoonlijke keuze. En uiteindelijk in de relatie verandert er niks. Het is dus roeien met de riemen die er zijn. Rick Kruys richt zich op de positieve punten. Hij kan niet anders en hoopt dat Dylan Timber het team gaat versterken. Dylan Timber is een jongen met heel veel mogelijkheden. Dylan Timber is wel iemand die weinig heeft gespeeld het afgelopen seizoen. Dus hij zal ritme moeten gaan krijgen. Hij zal veel moeten gaan spelen in de voorbereiding. Ja, dan is het aan hem om te laten zien of hij in de basis thuis hoort. Ik ben vrij aanwezig. Gewoon iemand die vooral mensen neerzet. Ja, ik hou van duels, snelheid, maar ook iemand die gewoon het spel voortgeeft. En, ik ben natuurlijk centraal verdediger, dus ik heb het hele spel voor me. En daarin wil ik het team natuurlijk helpen dit jaar. De eerste training voelde niet alleen voor nieuwkomer Timber heel vertrouwd. Eigenlijk al alsof ik hier al een paar weken rondloop. Het is pas de eerste training. Ik heb het nog naar mijn zin en de jongens vangen me goed op, de trainer vangt me goed op, de staf ook, dus nou, top. Het is in eerste instantie leuk dat je weer de verbinding hebt met de mensen. Er zijn best wel veel mensen op afgekomen. Het is lekker voor de jongens om weer aan de bal te zijn, dus je maakt het niet al te ingewikkeld in eerste instantie. We hebben weer genoeg nieuwe jongens om te leren kennen, wat ik altijd leuk vind. En ook genoeg jongens die we nog wel hebben. Het is leuk om iedereen weer te zien. De eerste competitiewedstrijd speelt VVV in eigen huis tegen MVV. Een derby waar Rick Kruys zich nu al op verheugt. Hartstikke leuk, eerste wedstrijd ook nog op een zondag, dus dat belooft het leuks.